We zijn hier als leden van de vooruitstrevende hervormingspartij om deze dag, de dag van de oprichting, te herdenken. Ik kijk niet per se naar de districtscommissaris, maar ik denk net zoals het naast het onafhankelijkheidsplein, maar ook andere symbolen zoals het presidentieel paleis in een waarde gelaten moeten worden en een symbool moeten zijn en niet vertrapt moeten worden omdat men allerlei activiteiten op het plein zou moeten en willen organiseren. Veel mensen hebben moeite om de verbroederingspolitiek in de mond te nemen. Maar dat is de trots van de partij. De verbroederingspolitiek waardoor er vrede is in ons dierbare land.